Wij mogen vandaag met trots zeggen dat wat Suriname vanaf de afschaffing van de slavernij tot nog toe bereikt heeft, vele malen meer is dan wat de kolonisator in de 300 jaren van kolonialisme in Suriname heeft achtergelaten. Het standbeeld van Kwaku dat symbool staat voor Ketikoti, afschaffing van de slavernij, werd ook op 1 juli 2022 behangen met bloemenkransen. Verschillende Afro-Surinaamse organisaties, regeringsvertegenwoordigers en geïnteresseerden waren bij deze jaarlijkse terugkerende herdenking aanwezig. De Afro-Surinaamse gemeenschap brengt een hulde en plengoffers aan het standbeeld als teken van dank en erkenning voor het harde werk welke de slaven hebben verricht en zij zich hebben ingezet om thans vrije mensen genoemd te worden. Desondanks herinner deze dag ons steeds weer aan de gruwelijke misdaden van de kolonisator. Onze voorouders zijn op afschuwelijke en wakelijkse wijze mishandeld. Hun ego, hun gevoel van eigenwaarde is door de kolonisator vertrapt omwille van de rijkdom van Suriname. Ik sta vandaag hier als trotse Surinamer. Trots omdat ik in dit land Suriname ben geboren tussen zoveel andere bevolkingsgroepen, talen en culturen. Ik ben trots omdat ik de dromen van mijn voorouders kan helpen realiseren. En dat is vrijheid. En hoewel er een grote achterstand is wat onderwijs betreft bij Maronkinderen, vooral in het binnenland, merken wij ook dat er zeer hogescholen Maron zijn en dat deze te vinden zijn in bijna alle functies en beroepen. Alle day 241 juli dat ik kom bakken in me met prakseri al de sani sami mabitei me about slavernij. Sani bikis mafoube leer uno en al de ontbering en al de kiri na de vernedering kan we vernederen u bikis ma dat mi ate broedo. Mi ne vier boom. Je bent hier, je moet vergeven, maar je moet vergeten je nooit. Ik kan vergeven je, want je moet niet maar je moet vergeven, want je moet doen ook aan jou. Maar nooit iemand vergeten, je moet ook aan je bakker doen aan jou. Daarom ben ik met hier, een blanke man, de naast van Afrikaan, die een tjaar kon je aanzoeken. Een tjaar kon je komen, die een tjaar kon je de contractarbeiders, maar een tjaar kon je aanzoeken als slaaf. Kompot wil ik slaaf in de kondere disi. En upai want die reprijs. Upai na een sweaty, upai na een boerdu, de kier de bigisma van uno. Daarom met me betaki 10 oktober zal ik sa dat die unlek de nasaten voor Afrikaan, u moest bundel en u moest teku, u presi in de kondere disi. U de eis naar me? Adjes de kabos van is nou, u no first time. Maar we moeten ook prijzen in de kondredisie. We leggen de naast van de Afrikaan. Zijn we paai een big prijs in de kondredisie. Dat is niet zo'n idee. Dat bijna mij niet want te kijken. Want we hebben de bron. Zij zijn aan ons nu. De naast van de Afrikaan. Brader en Safu in de kondredisie. Dat is niet zo'n blieb in de kondredisie. Voordelen heeft, zijn we voor met aan om dit humoren te gaan, de pratoen te gaan, juna Saramakaners, juna Aluku, juna Disi, juna Fotoma. Nee, una de nasata voor de Afrikaans man, zijn het jaar kon ja zo in de kondredis. Mijn bekje wat aan lezen.
onder nasaten, onder tanabaka, met u te kopresi na congresi. En dat hij samen naar alle fantagen en abrom tijari, den trouwens met u nabaka, de ook toe, vira drukken toe. Laten we samen met de andere bevolkingsgroepen in dit land Suriname tot een hogere hoogte brengen. Maar we vergeten dat de nasaten Afrikaan, dat hij een prijs zou pijn na congresi. Tei wo kwa sai munyako en no ayudo funyako mi taku grantani umbreti dat u gebora jaso umbreti dat u kantan jaso anga somen bevolkingsgroepen en wan brom tijari anga somen kulturu anga somen tong umbreti en daarom moet het vieren Suriname alle aanwezigen ik feliciteer jullie maar moet het herdenken. En die bloed, zweet en tranen niet vergeten. Maar tegelijkertijd met die bloed, zweet en tranen strijd leveren. Strijd voor ontwikkeling van ons land. Strijd tegen onrecht. Strijd voor gelijkwaardigheid. Strijd voor de inclusion van een ieder. Maar ook strijd voor die nationale eenheid die we nodig hebben. Aan ieder gefeliciteerd. God bless you. Thank you. Nana,